Zeker uit om verliefd op te worden? Het is een film geschreven en gemaakt door en gemaakt voor dames in bloedvorm. Ik had ontzettend veel zin om een beetje te lachen en de vrolijke kant van het leven te laten zien. Plus dat ik romcoms, zoals dat zo genoemd wordt, romantische comedies, een hele uitdaging vind. Ik kijk er altijd naar, ik blijf altijd hangen. Ze hebben mij altijd zitten. Ik jank altijd op het einde van zo'n film. En ik vond dat een uitdaging, kan je dat heel graag zelf eens proberen. Ik denk dat ik een affaire heb. Hè? Maar ik dacht dat dat gedoe met Johan voorbij was. Zeg, waarom heb je dat niet gezegd? Het is gewoon een hele grappige film. Het gaat dus over vier vrouwen die allemaal hun liefdesleven leiden. Ben ik nu gewoon een pechvogel of ben ik echt zo'n meelijf? Heb ik een tragisch hopeloos geval? Wil je echt dat we daarop antwoorden? Het is inderdaad zo dat Judith een personage is die veel kleuren heeft. Hè, en die nogal snel kan wisselen. Ze kan heel vrolijk zijn, heel passioneel, heel tristig, heel kwaad. Hè. Wat is dat met dat kind? Ze was mijn dochter en nu is het oppositie. Wat had je dan eigenlijk verwacht van een gast die alleen maar de stijve krijgt van een Alexandra? En voor die Bob was de schilder die niet schilderde, omdat hem zijn onderwerp al 15 jaar lang niet vond. En toen hem zijn onderwerp gevonden had, bleken het strepen te zijn. Lijnen. Of lijnen, Judith, strepen, lijnen, kan mij het allemaal schelen. Oh, en dan die totaal onbekwame acteur die nu 2 jaar lang heeft uitgezogen. Ik heb veel van Rick opgestoken. Ja, herpes. Mijn personage heet Michelle en ze is zo'n beetje de meest schuchtere van de vier vrouwen waar het om gaat. Omdat ze ook een groot geheim heeft, ze is stiekem verliefd op iemand en ze kan dat met niemand delen. Tijdens de film merkt ze dat ze meer en meer toch voor haar eigen verlangens moet gaan en dat evolueert dan natuurlijk naar iets anders. Papa. Wat is dat? Ik neem mijn ontslag. Ja, wat ga je doen zonder mij, schatje? Je kunt nog niet fatsoenlijk met mes en vork eten. En toch neem ik mijn ontslag. Ik ben een lerares en ik heb alles zo heel strak van tevoren gepland in mijn hoofd van ik wil dan een kind en een huis kopen. En op dat moment leer ik een interim leraar kennen op school. En met dat ik hem leer kennen, leer ik ook de passie kennen. Want wij worden onmiddellijk een soort verliefde, een goede voederen. En ik begin daar een passionele verhouding mee. Dus ik zit de hele tijd met een schuldgevoel en wel niet. En, ja, dat is aan mijn tante. We hebben geen afdak voor onze fietsen. En als dat hier begint te regenen, dan is dat hier echt zo. Dan, zie. Ja, zo. Ja, ik had het zo. Ja, ik had eens een barst in mijn zaden. En door de regen veranderde dat in de kortste keren een dappenijn. Ja, sorry, ik weet niet waarom ik over mijn fiets aan het praten ben. Nee, geen probleem. Fietszadels wordt veel te weinig gebruikt in conversaties. Dus. Het is iemand die recht op zijn doel afgaat, die geen nee aanvaardt en die vol is van zijn capaciteiten als verleider en minnaar. Ik ben het lief van Barbara, gespeeld door Lune Dirks. En op het punt in de film, we geraken samen niet zwanger. Zorgt voor problemen. En ik ben eigenlijk de persoon die haar altijd bijstaat en de goezak eigenlijk van heel het verhaal. Maar uiteindelijk dan toch een beetje bedrogen uitkomt en dan toch verliefd ook zelf wordt op iemand anders. Tada! Tera, gaan we nu nog ontbreken, is Gladys Knight en de Pips. Waarom mensen naar Smallville zouden moeten gaan kijken? Omdat het een stoute film is, met zeer mooie vrouwen en een aantal leeklopers van acteurs, als Kevin Janssens en mezelf. Omdat ik gemerkt heb bij testvisies ook en bij de visies die er al geweest zijn, dat mensen echt zeer blij buiten komen, een heel goed gevoel hebben, het gevoel hebben dat ze een hele fijne avond hebben, verlangens hebben naar liefde, weer geloven in verliefdheid. De hele tijd zit je gewoon met een big smile op je gezicht. En daarna, als je de film gezien hebt, heb je gewoon zin om verliefd te worden. Hij is grappig, hij is ontroerend, hij is spannend, hij is sexy. Vera Dobbelaar is fantastisch. Wine Dirks is enorm sexy. Marie Vink is Marie Vink. En ik vind ook dat de meeste, hoe dat je dat noemt, erom komt, die zijn vaak heel cliché als het op liefde aankomt. Of alleen die geven zo'n heel cliché beeld. En dat vind ik dat deze film absoluut niet doet. Die heeft een heel originele visie op de liefde.